Van Ali B. tot Marco Borsato en van Lil Kleine tot Glennis Grace, de sterren van The Voice of Holland zijn in rap tempo van hun sokkel gevallen. Stuk voor stuk werden ze door Juice-kanalen aan de schandpaal genageld, terwijl er nog geen enkele aangifte tegen hen lag, laat staan een veroordeling. Precies waar Danny de Monk nu zelf mee te maken heeft dus. Danny is afgelopen donderdag behoorlijk door de mangel gehaald in een Juice-video van Yvonne Coldeweijer. Zij heeft naar eigen zeggen gesproken met een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag door Danny. Daar is op dit moment nog geen bewijs van en er is ook geen aangifte gedaan. Precies zoals het begon met de sterren van The Voice dus. Toevallig zijn het juist The Voice sterren over wie Danny zich uitlaat in de nieuwste editie van The Story, die één dag uitkwam voordat hij zelf in opspraak raakte. Ondanks zijn tientallen jaren in de showbiz is Danny geschrokken van alle onthullingen die er onlangs over The Voice of Holland zijn gedaan, is te lezen in het blad. Het komt allemaal wel heel dichtbij, vertelt Danny over de Voice-rel. Het gaat toch om namen met wie ik heb gewerkt. Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren veel gezien en gehoord, en je zal mij nooit over collega's horen praten. Maar wat er de afgelopen maanden bekend is geworden, daar ben ik wel van geschrokken. Hetzelfde geldt voor Glennis Grace, die met haar knokploeg op een supermarkt is afgestormd. Sommigen roepen dat ze nou eenmaal een echte Amsterdamse is. Volgens Danny, ook opgegroeid in de hoofdstad, is dat geen excuus om extreem gedrag te vertonen. Je hebt een keuze. Je zoekt aandacht of niet. Danny zoekt die aandacht naar eigen zeggen niet op. Als ik jarig ben, koop ik een taart, maar ik zet dat niet op social media. Ik zoek die aandacht niet op. En ja, ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar ik los dat intern op. Toch heeft ook hij zo zijn rafelrandjes, geeft hij toe. Vergis je niet, ik kan echt wel een boefje zijn. Er blijft altijd iets van Siske in mij zitten. Dat straatschoffie is nooit helemaal verdwenen, ook al ben ik 52. Alleen ventileer ik dat nooit naar de buitenwereld toe. Er is ook niets interessant over hem te delen, aldus Danny. Ik ben heel saai. En als ik niet saai ben, dan weet niemand dat. Daar weet mijn vrouw Jenny wel over mee te praten. Het is dan ook meer dan eens gebeurd dat ze mij heeft moeten terugfluiten. En ik luister altijd naar haar. Is Danny bang voor de Juice-kanalen? In de nieuwste weekend is hij er nuchter over, tijden veranderen. Telefoontjes worden erbij gepakt. Maar ik heb er bijvoorbeeld nooit een geheim van gemaakt dat als ik naar Sensation ga, ik naar de kloten ben. Blijf bij de waarheid, niet liegen. Uiteindelijk komt die toch wel naar boven.